Er is nog weinig van te zien, maar hier gaat het gebeuren. Hier komt de eerste fotonenboer van Nederland. Wat is een fotonenboer? Een fotonenboer die werkt met zonnepanelen, dus op een duurzame manier elektriciteit op. En hij slaat die elektriciteit op, zodat hij hem kan gebruiken wanneer het hem uitkomt. In februari van 2010 beginnen de eerste daadwerkelijke bouwactiviteiten. Op de lichtboxstal worden 126 zonnepanelen geplaatst. Op het dak van de oude boerderij zelf worden nog eens 112 panelen aangebracht. Alle zonnepanelen samen moeten straks op jaarbasis 45.000 kilowatt aan stroom gaan leveren. Dit is een boerderij. Het woonhuis bestaat 500 jaar. Mijn familie boert hier vanaf 1750. En een boerderij is iets wat enkel kan blijven door met zijn tijd mee te gaan. En hopelijk is dit een goede stap in dat proces, zodat hier een levensvatbare en gezonde boerderij kan blijven. Zonnepanelen op zich zijn niet meer zo bijzonder, maar de opgewekte stroom zelf opslaan is een ander verhaal. Aan de keukentafel van de familie Borgman bespreken projectpartners Courage en Innovatienetwerk de aanschaf van een experimentele vanadium redoxflow batterij. Die werkt als volgt. De vanadium redoxflow batterij, of VRB, bestaat uit twee opslagtanks gevuld met een vanadiumoplossing en een zogeheten stek, een omzetter. Tussen de twee tanks bevindt zich een membraan dat protonen doorlaat. De elektriciteit die opgewekt wordt met de zonnepanelen zorgt ervoor dat er VRB wordt opgeladen. De vloeistof in de ene tank wordt gereduceerd met elektronen, de vloeistof in de andere tank geoxideerd. Met andere woorden, de ene kant wordt min, de andere plus. Wanneer je stroom nodig hebt, draai je het proces om. De VRB ontlaat. De elektronen stromen van de ene naar de andere elektrode. En zo heb je stroom die je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld een melkrobot. Na wereldwijde oriëntatie wordt besloten een VRB bij de firma Celstroom in Oostenrijk te bestellen. Ze zien im Hintergrund die FP1000. Diese Batterie leistet 10 kW an elektrischer Leistung und kann 100 Kilowattstunden speichern. Hier befinden sich die Tanks. In diesen Tanks befindet sich der Elektrolyt, der flüssige Energiespeicher. Von diesen Tanks wird das hochgepumpt in ein Verteilersystem. Dieses Verteilersystem führt den Elektrolyten an die elektrochemischen Reaktoren, die sich hier oben befinden. Hier findet die eigentliche Energieumwandlung statt. Elektrischer Strom wird beim Laden eingebracht und beim Entladen wieder aus dem Elektrolyten herausgenommen. Wat ik van op hoorde is dat het ook wat warmte produceert, het proces. Toch komt er wat warmte vanaf. Zodat die ook eigenlijk heel geschikt is om juist buiten te staan. Want ik had eigenlijk in gedachten om hem binnen te... Dat hij eigenlijk het best binnen kon staan, maar eigenlijk kan hij het best buiten staan. Dus dat is op zich best wel positief. De belangrijkste vraag voor ons is of dit systeem lucratief is. Gaat dit zeg maar, het opwekken en gebruik van duurzame energie in economisch opzicht dichterbij brengen? Dat is de belangrijkste vraag. En dit is hem dan, de vanadium redoxflow batterij. Hij weegt zo'n 5000 kilo. Vanwege zijn gewicht wordt de VRB op een speciaal verzwaarde betonnen vloer geplaatst. Jongens, voeten weg! Ja! Bravo! Nou, daar gaat ie, jongens. Het valt mij eigenlijk erg mee. Hij is niet zo heel groot,
En ik ben benieuwd of hij dat kan doen wat wij verwachten. Dat hij zoveel energie op kan slaan dat we een zelfvoorzienend bedrijf zijn. Dat we in onze eigen stroom kunnen gaan voorzien. We zien ernaar uit. Goedemorgen. Goedemorgen. Middag, zo'n beetje. Ja. Ja. Goede reis gehad. Ja, dankeschön. Alles bestens. Welkom op Spieker. Ja, dankeschön. Ja. Wunderschön hebben ze es hier. Max, onze hond. Hallo Max. Dan kunnen we hier bekijken, dan komen we als het betrieb. Ja. We staan hier maar in de koeien gemolken. Ah, dat is de roboter. Ja. Dit zijn roboter. Zo, die koeien worden hier 24 stunden per dag gemolken eigenlijk. Hier zitten, we melken hier op dit moment aan 100 koeien. En die lopen hier vrij heen. Vind ik ook immer fascinerend. Dat is een koe die beweegt en toch kan je volgen. Toll. Ganz toll. Een week na de plaatsing wordt de vanadium redoxflow batterij opgestart onder leiding van fabrikant Celstroom. In de boerderij bevindt zich alle controleapparatuur waarmee geschakeld kan worden tussen de zonnepanelen, de VRB en het openbare elektriciteitsnet. Dit is het hart van Fotonenboer. Hierin zit de zogenaamde smart server, een controller die verantwoordelijk is voor het aansturen van de batterij. In onze meterkast hier zit een meetapparaat, een energiemeter. En die energiemeter die registreert hoeveel zonne-energie er wordt opgewekt, hoeveel energie het bedrijf eventueel nog nodig heeft van het net. Nou, die informatie die komt hierin, in dit apparaat, binnen. En dit apparaat beslist dan vervolgens op basis van of er te veel zon is of te weinig zon, wat de batterij moet doen. Of de batterij moet laden of ontladen. De meest innovatieve technieken worden toegepast op dit melkveebedrijf, maar sommige dingen zullen nooit veranderen. Bij het project Fotonenboer gaat het erom de opgewekte zonne-energie met behulp van de VRB zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Is er dan nog elektriciteit over, dan wordt die stroom verkocht. Hé hey Jan. Dag Madeleine. Zo, hier is ook alles bijna klaar, zie ik. Bijna, het nadert ook hier zijn eindpunt. Ja, hey, wat leveren jouw zonnepanelen inmiddels op? Nou, op dit moment leveren zonnepanelen op deze mooie dag ongeveer 80% van hun vermogen op. 44,2 kilowatt. En gaat het allemaal rechtstreeks de VRB in? Niet allemaal, want ook het bedrijf draait op dit moment op de eigen stroom. Dus ongeveer 10 kilowatt wordt op dit moment gebruikt aan de melkrobot en de andere apparatuur die aanstaat op dit moment. En de rest wordt opgeslagen, zodat we ook vannacht op eigen stroom kunnen draaien. Jongens, zijn je voeten nog niet gewassen? Goed! Dames, welkom allemaal. Jullie zijn hier gekomen bij het Spieker en wij zijn Fotonenboer. Wij zijn de eerste Fotonenboer van Nederland en fotonen zijn eigenlijk zondeeltjes en wij oogsten de zon. Dus eigenlijk zijn wij bezig met zonne-energie. De Fotonenboer blijkt een enorme publiekstrekker. Dit keer zijn Gelderse plattelandsvrouwen te gast op boerderij het Spieker. Dit dak was eigenlijk het uitgangspunt voor het project. En ze zochten een bedrijf dat 25 kilowatt op het dak wilde leggen. U kreeg nu nog subsidie. Hoe kan iemand anders dat ooit zelf uit eigen middelen? Cijfers zijn er eigenlijk nog niet. We zijn eigenlijk zeer geïnteresseerd in de cijfers die er komen. Van kan het nou uit of niet? Want dat is waar al die groepen ook naar vragen. Ze willen graag weten of het uit kan. Of het economisch uit kan. In het voorjaar van 2012 zette familie Borgman een nieuwe stap naar verdere verduurzaming van de boerderij. Op het dak leggen ze een zonneboilersysteem. De zon warmt het water op dat naar de boilers in het woonhuis en de kalverschuur gaat. Dit is een glazen vacuümbuis met een metalen strip erin. En deze kant is blauwachtig, waardoor hij de zon oppikt. En als ik hem ronddraai, zie je van de achterkant dat dit zilverkleurig is om de uitstraling te voorkomen ook.
Ook in de lichtboxenstal komt een zonneboiler die warm spoelwater levert voor de melkrobots. Op het dak liggen de bijbehorende zonnecollectoren. De energierekening die is behoorlijk gedaald. En nou ja, dat moet natuurlijk ook, want 2/3 van de energie wekken wij nu zelf op. En ja, dat vind je wel terug op de rekening uiteraard. Steeds vaker komen er bussen met buitenlanders bij de fotonenboer op bezoek. Okay, welcome here on the speaker. We go inside and first we take a little walk. Deze keer is het een groep agrariërs en zakenlui uit Israël. Where we're standing here, these are the sun panels. There is the sun collectors. And the collectors are not for energy, but are for warm water. And with beautiful days, not today, but with beautiful days, we got water from 70 to 80 degrees. Ook de verlichting in de stallen kan duurzamer. Om meer energie te besparen, wordt speciale LED-verlichting opgehangen. Wat is nou het verschil in stroom tussen die hoge druklampen die er nu hangen en deze lampen? De lampen die in deze hoge stal hangen, die gebruiken ongeveer 400 watt. En deze LED-lamp is ongeveer de vervanger ervan en die zal tussen de 150 en 180 watt verbruiken. Okay. Dus dan heb je een besparing van 50% tot 60%. Okay. En dan valt de avond en kan de LED-verlichting getest worden. Om te weten of er voldoende licht van de LED's komt, worden metingen verricht. 80 lux. Het is echt behoorlijk meer licht. Licht is van het stroomverbruik toch, zit je zo op 20% van je stroomverbruik bereikt. Dus als je 20% kunt halveren, dan heb je toch 10% van je stroomverbruik afgehaald. Dus dat tikt wel aan. Belangrijk is dat de LED-lampen alleen de koeien beschijnen en dat er geen strooilicht en energie naar buiten verdwijnt. Je ziet dat er een lamp aan is, maar het straalt niet meer. Terwijl die andere traditionele verlichting, die straalt echt weg. Dan heb je nog een behoorlijke hoeveelheid licht van buiten. Nee. Als je dat even doortrekt naar de grotere stallen in Nederland, ja, dan kan dit behoorlijk minder lichtvervuiling opleveren. De Israëlische agrariërs en zakenlui zijn de eerste bezoekers die de LED-verlichting te zien krijgen. LED light, take from the battery or for other panel. The system is like this. When the sun is shining, we got energy from the panels. At first it is used in the stables and in the household and so on. When there's more energy, it's stored in the battery and there's more energy, this sometimes also, then that goes to the net. And when in the evening, at first we use energy from the battery, and when there's no more energy in the battery or there's not enough, then we buy it from the net. Ja, jeetje, dus eigenlijk ben jij nu echt fotonenboer. Ja. Hoewel het zich nu eigenlijk pas allemaal moet gaan bewijzen, want alles draait nu, alles wordt nu bijgehouden. En de aankomende maanden zal uitwijzen of het zich allemaal economisch uit kan, of het echt wat wordt. Ik denk dat de veehouderij veel kansen heeft om leverancier te worden van duurzame energie. We hebben grote staldaken die uitstekend geschikt zijn voor zonnepanelen. Dus er ligt een toekomst voor de agrosector als leverancier van duurzame energie. Voor het rendement van dat perspectief is het geweldig belangrijk dat we energie kunnen opslaan om het in ons bedrijf in te zetten wanneer ons bedrijf daarom vraagt. Of het aan het net te leveren wanneer het net daarom vraagt. En door met die twee te kunnen spelen, kunnen we steeds de duurzame energie die bestemming geven waar die het meeste wil brengen.